potverdikke zeg, ik sta met mijn auto in pannen. Dus ik ben met een brommer moeten komen. En ik kan u garanderen, met dit weer, niet altijd even gemakkelijk om met een brommer te rijden. Maar schwat, oké. We zijn klaar voor WBTV aflevering 3. Nu, vorige zondag heeft Waasland Beveren zich kunnen doorstoten voor de beker. En wij zetten onze volgspot op Mike De Silva. Op 5-jarige leeftijd ben ik aangesloten geweest bij KVK Tiene. En eigenlijk heel mijn leven daar gespeeld, van de duiveltjes tot eerste ploeg. Ja, en ik heb eigenlijk nooit een ander club gekend. En zo is het voor mij allemaal begonnen eigenlijk. Langs één kant had ik het wel verwacht om weg te gaan uit Tiene. Ik heb daar 5 jaar in de eerste ploeg gezeten en het laatste jaar was ook een heel goed jaar voor mij persoonlijk. En Waasland Beveren, ik bedoel, als club in tweede klas is toch een grote club met nogal een geschiedenis. En ik ben zeer blij dat ik deze stap heb kunnen maken. Ja. Voor mij persoonlijk was het aanpassen om in een nieuwe omgeving te komen. Zoals ik al zei, heel mijn leven in Tiene geleefd, gespeeld, gewoond. En nu opeens ergens anders komen spelen. Ik dacht, dat zal langer tijd nemen, maar uiteindelijk is het vrij vlot geweest. En ik ben heel blij met de aanpassing en de spelers zijn allemaal heel vriendelijk en zo. What we dream, it's all that matters. We're on our way, united. Turn the crowd up now, we'll never back down. We shoot down a skyline, watch it on prime time. Turn up the love now, listen. Ik denk niet echt dat iemand kan spreken over basisplaatsen, nu nog niet. En ook omdat ik nieuw ben en ook als ik die andere jongens zie op training en onze ploeg. We hebben een heel goede ploeg en de concurrentie is er. En, ja, het is niet dat ik er zo over denk. Ik zal altijd keihard blijven werken voor mijn plaats. En voor de groep ook. Ik verwacht een heel goed seizoen en ik zeg het, we hebben een heel goede groep om iets te bereiken en zeker die top 5 te halen. Dat is zeker mogelijk, denk ik. Wat ik wil bereiken is natuurlijk, ik denk dat iedere speler zoveel mogelijk wil spelen. En dat is mijn ambitie ook. En als dat al lukt, dan zal ik al heel blij zijn. En natuurlijk met goede resultaten eraan gekoppeld. En dan zal ik natuurlijk wel heel blij zijn. Oh, toch een goede voetballer, de Mike. Hè? Nu, terwijl ik de poeloes hier op de Freetiel nog een beetje onderhoud, kunnen jullie kijken naar een interview met manager Dirk Poppe over de verwachtingen van dit seizoen. Ik zou liegen natuurlijk, mocht ik zeggen dat de ambities waren van een rustig seizoen door te maken. Wij hadden ons voorgenomen vorig jaar. Dat wij na een periode van 2-3 jaar de stap zouden moeten kunnen zetten naar de eerste nationale. We hebben vorig jaar een schitterend seizoen gespeeld met als apotheose die barragewedstrijd. Jammer genoeg net niet gelukt. Dus natuurlijk willen wij dit jaar minstens even goed doen. Dus ik zou zeggen, de eindronde is eigenlijk een doel op zich. Maar wij willen nog iets meer dan dat. Dus eigenlijk heb ik samen met de sportieve staf toch afgesproken dat wij onze lat ergens moeten leggen, zo lang mogelijk meedraaien met de top 3. Om toch ook wel die hoofdvogel zo lang mogelijk in zicht te houden. En daar gaan we alles aan doen om dat te bereiken.
Wel, ik hoop dat wij een van de kandidaten zullen zijn die mogen wedijveren met ploegen zoals bijvoorbeeld een Charleroi. Waar toch iedereen duidelijk van weet dat die mensen zo snel mogelijk terug willen naar de eerste nationale. Ja, wat gebeurt er nu met Antwerpen en met de inbreng van meneer Verhagen in Antwerpen? Wat gebeurt er met Vizé, met de buitenlandse investeerders die daar zitten? En wat gebeurt er met Eupen? Dus ik denk dat er zeker een 5 à 6 kandidaten zijn die allemaal als ambitie hebben om die grote prijs te pakken en naar eerste nationale te promoveren. Wij hopen alleen dat we een van die ook mogen zijn. Hè. Ja, matige voorbereiding, alhoewel dat een beetje ter discussie is, want we hebben hier toch fantastische wedstrijden gezien, denk ik. Ay, fantastische wedstrijden, we hebben toch mooie wedstrijden gezien tegen Sint-Truiden, tegen onze Turkse genodigden hier, hebben we toch ook een heel mooie tweede helft gespeeld. Dus ik zou zeggen, de voorbereiding slecht wil ik onmiddellijk niet betitelen, ook niet grandioos, maar ik denk dat het ook een beetje te maken heeft met de manier van werken van onze trainer. Wanneer dat je weet dat hij bepaalde trainingssessies heeft gehad, waar dat de spelers twee uur een half tot drie uur op het terrein stonden. Zoek maar ergens een andere club die zo intensief tijdens de voorbereidingen werkt. Maar ja, wij hopen dat de beloning van het harde werken dan ook tijdens het seizoen mag komen. Dus ik wil dat wel meer korreltjes uitnemen. De voorbereiding effectief, niet schitterend, maar dat heeft alles te wijten aan de trainingsintensiteit die de trainer zichzelf en de spelers oplegt natuurlijk. Ik denk, het is allemaal nog heel vroeg natuurlijk om daar nu momenteel een duidelijke quotering op te geven. Maar ik denk dat die bepaalde spelers die je daarnet komt op te noemen, zoals een Michael Seudi, zoals een De Silva, zoals een Ibrahim Diallo, dat die toch al bewezen hebben van ergens het technisch niveau alvast op een hoger niveau te brengen. En dat was toch wel de bedoeling. Ik denk, iedereen was er mee akkoord. We hebben vorig jaar een schitterend seizoen gespeeld, schitterende uitslagen gehaald. Maar anderzijds hoorde daar toch wel die sluimerende kritiek dat het spelbeeld niet altijd heel mooi en heel verzorgd was. Dat het meer op karakter was, op ploeggeest, op kameraadschap, dat wij mooie resultaten haalden. Wij hebben geprobeerd om spelers binnen te halen die zeker en vast de kameraadschap niet zouden te min doen of daar ergens op zouden moeten inboeten. Maar die dan op technisch niveau toch wel iets meer konden bijbrengen bij de club. En tot op vandaag denk ik dat we daar relatief goed ingeslaagd zijn. Ja, dat is heel duidelijk. Hè. Ik ga niet beweren dat Ketting, Gerigioni en De Vriezen dat slechte spelers zijn. Een van onze eerste doelstellingen, ik heb daarnet de tweede gezegd, de tweede doelstelling was op een termijn van 2 à 3 jaar de poort naar de eerste nationale openbeuken. De eerste doelstelling, de allereerste doelstelling, was financieel gezond blijven. En ik denk dat wij ons als club deontologisch ook niet kunnen veroorloven om werkelijk 100.000 euro's uit te geven aan 1 of 2 spelers, daar waar wij dan de helft van de kern mee betalen. Dus het is zuiver een financieel vlak geweest. Die mensen, dat is hun volste recht, die hun financiële eisen waren dermate hoog, dat wij daar absoluut nog niet in de omgeving konden komen van hen. En dan denk ik dat wij daar gewoon weg moeten van afstappen. Nou, vooral wil ik zeggen, we zitten nu vandaag, het is vandaag woensdag. Wij moeten eerst zondag aanstaande Hammen nog opzij zetten, wat dus geen gemakkelijke opdracht is. Want u weet net als ik, Hammen komt hier met een enorm groot hart naar de Vreetiel, met de bedoeling ook van niet alleen Waasland-Beveren uit te schakelen, maar dus ook die eerste klasse te treffen. Dus dat is een opdracht die we eerst nog tot een goed einde moeten brengen, dat hopen wij toch alvast. Dan de verplaatsing naar Sint-Truiden, ja, mooie affiche. Ik had ook heel graag een thuis wedstrijd gehad, natuurlijk tegen een topclub in België. Het is een beetje te vergelijken met vorig jaar. Hè. Vorig jaar moesten we dan naar Sporting Charleroi, een ploeg die het in eerste nationale dan niet zo goed deed. We hebben dan het geluk gehad dat we die hebben kunnen uitschakelen. Ik ga niet beweren dat we nu Stand DBD Sint-Truiden gaan uitschakelen. Maar het zal toch in elk geval voor één speler bij ons een mooie verplaatsing zijn, want ik denk dat RV Onana er wel iets zou willen bewijzen. Maar nogmaals, laat ons het vel van de beer, en iedereen kent de uitdrukking, eerst Hammen en daarna zien we dat wel, mogelijk Sint-Truiden. En dan, dan zien we wel mogelijk Kortrijk, ja.
Ja, de supporters, dat beseft iedereen, hebben vorig jaar een heel belangrijke rol gespeeld in ons succes. Ze hebben de ploeg echt gestuwd naar bepaalde overwinningen. En wij hopen natuurlijk met z'n allen dat dat ook dit jaar zal gebeuren. Zonder onze supporters gaan wij dit jaar nooit die ambities die we hebben kunnen waarmaken. Daar ben ik eigenlijk van overtuigd. We zullen op bepaalde momenten en zeker en vast nodig hebben om onze spelers naar een hoger niveau te brengen. Het stelt mij natuurlijk enorm gerust wanneer dat ik zie welke aantallen van abonnementen dat wij dit jaar al verkocht hebben. Dus dat is meer dan verdubbeld. Het is bijna verdriedubbeld, de abonnementenverkoop. Dus dat is schitterend. Dat wil ook zeggen dat de supporter wel gelooft in het project Waasland-Beveren terug. Dat zij geloven in de huidige manier van werken. En dat stelt mij natuurlijk enorm tevreden. Ik weet ook, links en rechts zijn er altijd nog punten van verbetering en die zijn er actueel nog altijd en daar moeten we heel hard aan werken. Maar nogmaals, ik hoop dat we volgend jaar op de supporter zullen mogen rekenen. Wij van onze kant zullen de supporter ook niet beschamen. Het vertrouwen dat de supporter ons geeft ook niet beschamen. Ja, op heel korte termijn zitten we natuurlijk eerst met een nieuwe lokettenkot aan de Lindelaan dat wij zullen realiseren met zes loketten waar dat de supporters dus de tickets kunnen aanschaffen. Dan een van de mooie zaken waar ik ook eigenlijk wel blij van ben dat zal gerealiseerd worden, is het grote ledscherm op het A-terrein. Dus we gaan een ledwall installeren en normaliter zou dat tegen half september moeten klaar zijn. Van 6 meter op 4 meter. Het is een goede zaak om de animo een beetje op het terrein te brengen. We kunnen daar verschillende beelden op brengen. Ook voor onze partners, onze sponsors is dat een mooie zaak. Want we kunnen hen ook nog wat extra in beeld brengen. Want ook zij verdienen dat respect van niet alleen het bestuursleden, maar ook van de supporters. Dat toch iedereen duidelijk weet dankzij wie dat wij dit allemaal kunnen realiseren. Dus dat zijn twee zaken. En dan op middellange termijn, en daar hoop ik toch nog ook van ergens dit voor nieuwjaar te kunnen realiseren. Dat zijn de drankpunten of kantines, als ik het zo mag zeggen, op de derde verdieping in de nieuwe tribune. Iedereen weet dat een eikel probleem was. Vorig jaar hadden de mensen niet de mogelijkheid om iets te drinken voor de wedstrijd, tijdens de rust, laat staan na de wedstrijd. Tenzij dat aan dat kleine drankenpunt waar de mensen eigenlijk in kolonnen per één moesten aanschuiven om iets te krijgen. Wel, de bedoeling is nu van de ruimtes op de hoeken op de derde verdieping over te kopen van onze Nederlandse projectontwikkelaar. Daar zijn we volop in gesprek. U weet, als je met Nederlanders moet spreken, dat allemaal niet zo eenvoudig is, zeker niet als het over centen gaat. Maar wij gaan toch proberen van een kosten-batenanalyse zo gunstig mogelijk in ons voordeel dan om te zetten. Om enerzijds die ruimtes aan te kopen, twee die dan in te richten met hulp ook van brouwerij Dranken van Eetvelde en van InBev, om die dan in te richten, zodat onze supporters ook nu gemakkelijk een uurtje op voorhand kunnen komen en in een zeer gezellige, comfortabele omgeving een tas koffie of een pintje kunnen drinken, niet alleen voor, tijdens de rust ook en ook na de wedstrijd. Dus dat is een bijzonder grote uitdaging. Voilà, dit was het dan voor deze week. Nu, volgende week kan u kijken naar de genomineerden voor het doelpunt van de maand. En starten wij met een nieuwe rubriek, namelijk The Legend. Dat is een maandelijks item waarbij we op bezoek gaan bij een oud-legende van Waasland of KSK Beveren. Ook even vermelden, u kan onze wekelijkse aflevering en vele leuke anekdotes terugvinden op Facebook, namelijk op de WBTV fanpagina. Bedankt en tot volgende week.